Goedemorgen, we staan hier naast de burgemeester van Sint-Niklaas. Uiteraard vieren dat een Sint-Niklaasenaar, een Belzeelenaar, zijn werk mag voorstellen. Ja, absoluut. Dus ja, Raf Korevits is echt een monument in Sint-Niklaas, in het land van Waas. Als kunstenaar, als leraar, maar ook als mens. Ik ken hem al vele jaren en hij is een heel hartelijk, een heel warm, een heel zacht iemand. Ook al is hij nu 90, en 90, ja, 50 is goud enzovoort, maar 90, dat is graniet. We zeggen ook wel een man dus die volhoudt en ik apprecieer hem in zijn drie hoedanigheden zeer sterk. Ja.